Dames en heren, hier zijn Jos Brink en Frank Sanders. Ga zitten, Gajev Gavrilovic. Ja! En kijk in het vuur. Doe de jasje! Vergeet haar, Gajev. Nee, ik zei, ik doe een jasje! Je bent verbitterd, Gajev. Oh, ja, dat zei je al. Kom. Laten wij samen lachen. Net als vroeger, toen wij speelden in de grote keuken bij de oude Nana. 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 Curiosa. Dat was een ander. Vergeet dat, Gajev. Het vuur? Kijk in het vuur. Daar is waar. Daar. Oh, daar. Wat een brandhout. Nee, dat moet ik zeggen. Dat staat in mijn script. Dat moet ik zeggen, want zeg het. Je kan natuurlijk cabaret blijven doen tot je 100ste. Er zijn ook cabaretiers die dat inderdaad doen. Het soort cabaret dat wij maakten, dat was amusementscabaret met een lichte, geëngageerde toets. Maak je politiek cabaret? Nou, politiek, iedere dag gebeurt er wat. Dan kan je daar tot je 100ste vrolijke programma's over maken. Maar, dankjewel Hans. Maar als je amusementscabaret maakt, dan loop je de kans dat je jezelf gaat herhalen. Er is natuurlijk niet zoveel materiaal, dus dat hou je ongeveer een jaar of 6, 7 vol. Wij waren al het zoveelste cabaret in Nederland. Cabaret Lurelei, 7, 8 jaar bestaan. Cabaret Pepijn, idem. Donker Schokken, ook zoiets. En het experiment wilde een beetje groter groeien. Wij wilden wel eens wat anders. En Frank en ik waren aan het zwemmen in de Middellandse Zee. En we hadden er nooit over gepraat, hoor. En toen zeiden we tussen twee golven in, zou het niet leuk zijn om eens een keer een musical te doen, want het is totaal theater. Je kunt en zingen en dansen en acteren. En je hebt dus wat mensen om je heen. Het is een enige vorm van theater maken. En daarom zijn we dat gaan doen. Wil niet zeggen dat we dat blijven doen, want we hebben heel stiekem, heel privé, toch nog wel een beetje heimwee naar die cabaret-tijd. Massage. Ja? Iets. In de mens-tot-mens-relatie is veel discriminatie, maar vrouwen moeten altijd door een hel. Er is nooit wat opgevonden, niet in Parijs of Londen, maar bij ons in Amsterdam, vrouw daar wel. Al bent u oud, u wordt bij onze meisje hoor bepaald, zodat de levenslust u uit uw ledematen straalt. Weer net als vroeger wordt er hier een speelgoedbeer gehaald, dan wordt er voor die speelgoedbeer dan wel wat meer betaald. Weg met die frons, mevrouw, geef hem de bons, mevrouw, stap bij ons binnen en het blijft onder ons, mevrouw. Heus, u wordt enthousiast, wij drukken u heel vast aan onze prachtige lichtbaarde bast. Frank, bestaat er zoiets als de Nederlandse musical? Ja, ik geloof wel dat er iets als een Nederlandse musical bestaat. Ik vind zelf althans dat de musicals van Annie Schmid Nederlandse musicals zijn. Niet omdat ze in het Nederlands geschreven zijn, maar omdat ze een duidelijk Nederlands karakter dragen. En ik geloof ook wel dat onze eigen musicals dat hebben. Ik vind dat überhaupt een musical als onderwerp en in zijn ontwikkeling herkenbaar moet zijn voor Nederlanders en met de Nederlandse samenleving te maken moet hebben. Ja, maar ik vind dus wel, Annie Schmid maakt dus, ik noem dat altijd servolaat, hè? Servolaatworst. Ja. Waar ik niks mee wil zeggen van mevrouw Schmid. Ja, maar dat is heel herkenbaar en heel Nederlands. Ja. De vorm is ook heel Nederlands. Ja. Ik geloof dat onze theaterproducties, onze musicals, toch Amerikaanser zijn qua opzet. Ja, maar volgens de Amerikaanse tradities. Jawel, maar als je het over de Nederlandse musical hebt, dan bedoel je in eerste instantie, neem ik aan, inhoudelijk. En inhoudelijk gezien vind ik, ook met Amerikaanse musicals trouwens, de musicals die te maken hebben met daar waar het van het land vandaan komt, die vind ik zelf sterker en belangrijker. Die een
daar een afspiegeling van zijn. Alleen de manier waarop je het doet en uitvoert, daarin zou je kunnen zeggen liggen verschillen. Ja. En dan vind ik dat wij dat op een Amerikaanse manier doen. Ja, heel goed dus. Ja. Nou, dat proberen we. En wie kom ik boven op de gang tegen? De oude jonkheer Egbert. Jazeker. Kijk maar. Ja, ja. Ja, ja. Voorzichtig. Hier begint de trap. Ja, voorzichtig. Mooi zo. Ja, ja. Ja. Nee, nee, op de treetjes. Hoor. Ja, pak. Ja, heel goed. Boven zo leuk over Indië zitten praten. Hij is een heleboel vergeten, maar dat geeft allemaal niks. Meneer Egbert, dat daar is mijn dochter. Ach, wat leuk u te ontmoeten. Ik ben Mariette. Mariette! 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 Martin, Anton, Rudolf, Isaac, Eduard, Theodor, Theodor, Eduard. En wie ben jij? Zegt u maar Jet, hè? Uw dochter is een parel. Oh, ik hoop toch niet dat u bedoelt dat ik een oester ben. Heb u geen zakdoek? Jawel, jawel. Maar die leen ik niet uit aan vreemden. Pompon. Ik wil daar zitten. Jos Brink is gelijk amusement, staat voor lachen en dat mocht nooit. Nou, ja, dat is een mening van een zeer klein deel van het Nederlandse volk, denk ik. Amusement is, onbekommerd amusement is altijd een beetje besmet geweest. Hè? Gewoon alleen maar in een zaal gaan zitten en plezier maken en een leuke avond met z'n allen. Dat, ja, er was altijd wat mee. Waarom weet ik niet, want wat mankeert eraan? Het is toch heerlijk als de mensen een leuke avond hebben. En als de acteurs duidelijk ook plezier hebben in hun werk. Maar sinds kort, en ik denk dat de tijd daarmee te maken heeft. Sinds kort worden we daar niet meer zo op aangevallen. En dat is alleen maar heel plezierig. Want anders dan zou het net zijn alsof het ganse Nederlandse volk uit een minderwaardig soort lieden zou bestaan die pret willen maken. En dat is bijzonder lelijk om pret te maken. Dat is natuurlijk onzin. Dat verguisd zijn omwille van dat lichtvoetige, onbekommerde plezier, dat vonden we niet zo leuk, vroeger niet. Maar uiteindelijk maakt het publiek natuurlijk uit of je wel of geen succes hebt met een productie en of een productie verdient een hit te zijn of niet. Dus wij zitten daar niet meer zo vreselijk mee. Het is, ons credo is nog steeds een zaal vol lachende mensen. Van 7:45 tot 10:50. Zoveel mogelijk plezier maken met z'n allen. En proberen om nou zeg ik het een beetje zwaar, een soort lichtpuntje te zijn in deze tobbende samenleving. Nou, Hendrik komt niet. Hij is voortdurend aan het opschellen. In de keuken is jouw vader er ook. Die moet ik even dringend spreken. Die haal ik zelf wel. Ze vliegt maar heen en weer. Net Gerard Fokker. Meneer Egbert, Hendrik was toch in de keuken, hè? Die heb ik even nodig. Die had ik wel. Zeg eens, je
vader is er al. Ik weet het, Mieppe, ik weet het. Hendrik, naar de eetkamer, dames en heren, het speet me. Er was een klein oponthoud, de oesters. Ze leken mij niet erg vers. Oh, dat is gevaarlijk. Ja, ze gaven licht. Hendrik, de douanière heeft gevraagd of je nu het souper wat opdient. Nu of over 10 minuten, meneer. Nee, nu, over Hendrik. Over 10 minuten, meneer. Zou die methode Couvée ook helpen als je iemand in de kamer wilt hebben? Bijvoorbeeld, ik wou maar dat Bas hier was. Ik dat wou maar dat Bas hier was. Ik wou maar dat Bas hier was. Ik kassie dicht. Ik had het leuk gevonden als hij nou eens even was gebleven. Ja. Jij bent heel erg op Bastiaan gesteld, hè? Ja, natuurlijk. Het is toch mijn werkgever. Ja. Je kunt een televisiecarrière en een theatercarrière bijna niet combineren. Dat gaat bijna altijd fout. Wat hebben wij nu gedaan? Niet omdat we zo buitengemeen slim zijn, maar omdat dat toevallig in de sterren stond. Wij komen zelden of nooit in ons eigen vak op de televisie. Dus ik als ik voor mezelf mag spreken, vrolijk in Babylonië en ik heb Puzzeluur gedaan en ik hol nog eens op in een ander programmaatje. Dat is allemaal leuk, maar ik doe geen shows, geen cabaret-shows, geen musical-shows. Daarvoor moeten de mensen naar het theater komen. Dat is ook ons beroep. En die combinatie gaat heel goed. Toen we begonnen met musical hadden we een vrij groot eigen theaterpubliek. Dat wil zeggen, als we dan 2 dagen in Meppel stonden, om maar eens wat te noemen, was dat uitverkocht. Doordat je bekend bent van de televisie en omdat mensen daardoor iets van je verwachten, een leuke avond uit, wat mij betreft prima is, komen er een aantal nieuwsgierigen die niet zo snel naar die schouwburg gaan. Die willen je gewoon eens een keer in het Echi meemaken. Zeg nou dat dat 20% extra is. Daar valt weer 4% van af. Die vinden er misschien geen bal aan wat je hier staat te doen in het theater. Dan heb je 16% gewonnen. Dat betekent dat je een avond extra kunt spelen in Meppel. En in die zin heeft televisiepopulariteit wel invloed. Je krijgt een bepaald surplus, je kan wat langere series spelen. Bovendien is televisie heel geschikt om gewoon te laten weten dat je er bent. Ik heb ja, sorry, ik had er ook niks te doen. Ik heb een min of meer wonderlijk onderwerp. In eerste instantie denk je bij mijn onderwerp ha. En in tweede instantie denk je bij mijn onderwerp hé. Hey. En er zijn mannen die denken hoe. Ja. Die H van jou, Jos. Ja. Heeft die 2 poten? Dat is dus het vervelende. Dat je dat bij H in de H-instantie denkt. Wat denk je over jouw figuur of object in de H-instantie? Van mij ten aanzien van de hee of als ik zelf de hee zou zijn? Nou, met name ten opzichte van de hoe die daarop volgt. Met mijn karakter zou ik zeggen ho. En als jij dan ho roept tegen diegene, vindt hij dan dat jij een koude kikker bent of krijg je kippenvel? Nee, diegene zakt weer weg onder het gemompel van hi hi hi.
In wezen is er geen verschil, denk ik. Want, wat doe ik nou? Want anders word je ratgek. Ik stel me nooit een miljoenen publiek voor bij televisie. Want dan zou ik niet meer durven. Ik stel me altijd voor dat er een huiskamer is en er zitten hooguit 4 mensen. En die kijken naar je en voor die 4 mensen doe je het. In het theater heb je natuurlijk de hele ambiance van het theater. Je kunt het bekijken. Hè. Er zitten die 1000 mensen zitten daar. Hè. Dan werk je niet voor al die mensen tegelijk, maar in mijn hoofd, missen zo doe ik dat. Denk ik, die zijn met z'n tweetjes uit, of die zijn met z'n vieren uit, of die zijn met z'n drietjes uit. Of er is een heel gezin van 10 mensen, maar meer is het dan niet. En ik probeer die dan alle 10 persoonlijk aan te kijken. Dat is, ja, ik weet niet hoe ik dat dan doe. We noemen dat projectie. Maar dat je voor die mensen speciaal je best doet. En als je dat dan vermenigvuldigt met 200, 400 of 500, naar gelang de grootte van de zaal, heeft iedereen het idee dat je speciaal voor hem of voor haar dat programma doet of die show doet. Dat is in wezen ook zo. Dus in principe is er geen verschil tussen een optreden voor televisie en een optreden voor theater. Alleen het materiaal is anders. En het voordeel van theater, vind ik, is dat je, als je niet helemaal tevreden bent over jezelf, en dat komt regelmatig voor, dat je 's morgens opstaat en denkt, ik ga het vanavond dus opnieuw doen en ik zal het proberen beter te doen. En bij televisie, ja, dat is voorbij en je kan het niet meer overdoen. Dat vind ik wel eens een nadeel, hoor, van televisie. En dat kan ook in je voordeel werken. Oh ja, oh ja. Dat knippen we eruit. Tiener! God, het is voor het eerst dat ik aan de brigadier van politie kom. En dat voelt leuk. Je moet eens kom eens voelen. Kom eens hier. Te gek voor woorden. Eerste spel. Pamela, gooi eens even de letters erin. Daar komen de eerste letters. Een O, een O en een O's. En daar komt een P bij. Ja, Hanny heeft gedrukt. Een belletje doet het niet, dat kan me niet schelen, maar ik zie haar lichtje branden. Zeg het eens, Hanny. Sop. Sop, ja, dat is heel goed voor iemand die op school zit. Dat is sop. Prima, je zet hem op, hè, want eens even kijken hoe de stand is. Oh, dat is spannend al meteen, hè. 5 voor Hanny en 0 voor Jur. Dat haalt hij nooit meer in. Nee, dat haalt hij nooit in. Dat is waardeloos, hè. Vreselijk, hoe kan het je nou toch helpen? Nou, eens kijken of de nieuwe letter erin. Dat wordt, oh, dat is ook een ontzettende leuke letter. Het enig woord. Jij hebt weer voor het eerst gedrukt, belletje doet het weer niet, maar het lichtje brandt van Hanny. Soep? Nee, dat is fout soep. Je? Poes. Poes, ja, dat zal je niet weten. Tuurlijk. Iemand die zo vaak wandelt in het bos en bovendien fotografeert, natuurlijk weet hij poes. En dan nummer 15, of ik bedoel voor 15 gulden, daar komt dan een T van, de T van? Stoep. Stoep komt daarbij, zei Jur. Heel goed, Jur. Stoep. En voor 20 gulden komt daar een L van opstel. Jur. Opstel. Opstel, goed. Prima. Heb ik de jury weer tuk, hè? Het kan namelijk niet teruggeschroefd worden. Hoe is de stand? 45 tegen 5. Nou, die laatste voor 25 gulden. Voor 25 gulden komt daar een A bij. Dat is... Apostel. Apostel, prima! Bravo! Bravo! Even kijken hoe de stand is. 45 tegen 30. Fantastisch, Jur. Heel goed. Oh, pardon. Heel goed, Hanny. Heel goed, Hanny. Zo. Het eerste spel zit erop. Goed. Wij gaan elk jaar naar Amerika. En naar Engeland. Want dat is de bakermat van de musical. En we hebben daar hevig in gestudeerd. Vooral in Amerika. En we hebben ook meters boeken erover. How to make a musical. En er is natuurlijk een bepaalde techniek. Hè. Er is een basis. Er zijn wetten voor musical. En dan denk je, wat een onzin. Wetten.
wij doen het anders. En het blijkt dat je gewoon op je bek gaat. Want het kan niet anders. Het is niet voor niks dat je een productienummer, dat is dan een groot trala en tierenlier nummer, hè? Dat is een productienummer. Met de hele cast en van de, en kijk ons is kostelijk zijn. Dat zet je op een bepaalde plek in het programma. Dat is niet voor niks. Drie van die nummers achter elkaar, kan niet. Dat moet je weer afwisselen met een zusnummer of met een zo-nummer, met een duetje, een stil liedeke. Dan moeten we weer in een groot gedans losbarsten. Ja, dat zijn wetmatigheden. Daar kom je wel achter hoor, want anders zit het publiek te kijken als kippen naar het onweer. Als daapse konijnen die te lang in het licht hebben gezeten. Die begrijpen dan niks van wat je bedoelt. Ligt niet aan het publiek, dat ligt dan aan ons. Dus dat moet je leren. Dat kan je wel uit een boekje leren, maar je moet het er echt zelf doen. Dat is net als met rijlessen nemen. Hè. Je kan vreselijk rijlessen nemen. Autorijden leer je pas als je die instructeur niet meer naast je hebt. Het leven is een tour de dos, is als een escalop de vaux. De ene schrikkelt waar een smak, de ander krijgt een bal gehakt. Maggie saus of boterzuur, het leven is als een menu. Wie zei dat, wie zei dat? Wij, 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 wij zeiden dat wij. Ha, 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 hi, 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 he, 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 he. Het leven is als een menu, het leven is als een menu. We zitten met z'n allen aan een volgeladen tafel. Het leven is als een menu. Prop alles in je wafel. Een baby aan de bos gelegd, begint aan het warme voorgerecht. Eerste gang, dat is meteen al linkersoep. Dan eet je met een grote groep. Tweede gang, als puber eet je veel te gauw en veel te veel en alles rauw. Derde gang, en dan komt het erop aan. Je eigen bootjes doppen, er chocola van maken. En zoete broodjes bakken, en harde noten kraken. Boter bij de vis, voor jou de grootste hap. Dan is het koek en ei, dan is het zout in de pap. Een vierde gang. En als je 81 bent, word je misschien nog wat verwend. Een bakkie met vanillevla, maar meestal is er mosterdra. Vijfde gang, geen tijd voor koffie en likeur. Daar staat de lijkkoets voor de deur. Laatste gang. We dachten na de eerste musical, we zijn nu door het ergste heen. En nu weten we het voor de tweede. Bij America America kwamen we dus de meest schrikkelijke problemen tegen. Want het was weer totaal anders. Toen dachten we, nou, hier zijn we doorheen gerold. 500 keer hebben we America America gespeeld. Technisch, productietechnisch, artistiek gesproken. Geen zee gaat ons te hoog. Toen kwam Evenaar, nou, grote problemen. En ook Evenaar is voor drie kwart herschreven. Ja, dat schijnt dus ook tot de wetmatigheden van de musical te horen. Natuurlijk hebben we verstand van ons vak en natuurlijk weten we het nu zo langzamerhand wel wat een musical is. Maar wat die specifieke musical is die je gaat maken, dat weet je niet van tevoren. En gelukkig maar, want het zou een heleboel spanning waarop je je productie maakt wegnemen. Nou, maar iedere musical, iedere productie heeft zijn eigen problemen. Er komen steeds. Ja, maar dat weet je toch niet van tevoren? Dat weet je niet van tevoren. Maar goed ook. Er zijn een aantal dingen die je kunt bestuderen. Alleen het vervelende is, ook van de boeken die erover zijn, die gaan alleen maar over succesmusicals. Over Anna Tefka, over My Fair Lady. Ja. En daar heb je niets aan, want je leert alleen maar van de flops. Ja. Dus ik heb er niets aan om te weten dat een nummer uit My Fair Lady, dat een zo fantastisch nummer is op die plek. Ik zou veel geen meer kunnen leren van iemand die mij zou zeggen van, ja, we deden toen dat en dat en dat en dat werkte niet, daar en daar en daarom. Maar daar gaan die boeken dus nooit over. Dus je moet het uiteindelijk toch helemaal zelf uitzoeken en wel heel veel zien, heel veel kijken naar wat andere mensen doen en ermee gedaan hebben. En als je dan achteraf leest hoe zo'n productie dan tot stand gekomen is, dan herken je dat wel en dan is dat over de hele wereld hetzelfde. Of dat nou in Japan is of in New York of hier in Amsterdam of in Rotterdam. Het is allemaal hetzelfde. Theater is theater. Ja.
De stad is van sterren en strepen. Oh, op voor de ijsbeer met koop. De straat is in rood en verlopen. De straat staat in kleuren en koper. En wij zijn er ook. Wat de kleuren, wat de vlag vertoon. Alles lijkt oké in de wereld waar ik ben. Wat ik kanker heb, het is wonderschoon. Alles pijs en vree in de wereld waar ik kom. Als voeten dan toch moeten marcheren, dan dat de lucht toch waar zijn. Je laat je het licht bombarderen. Geen pistolen, maak pistolen. Dan is het goed om onderworpen te zijn. De gevallen speelt het klaar en hoe. Watching the parade, daar ga ik naartoe. Ik zag de staren. Naar de voorvallen. Feesten, om feesten, joh. Hoor en lang, wat klinkt het fantastisch. Drol en drissie, dan is het drastisch. De voeten, die moeten marcheren. Die kunnen van dit nog wat leren. Dit moeilijk doen, maar nu is het zeren. En hoor het geschetter van de trompetter. Om dit verder joe. En van vader speelt het klaar en hoe. Watching the parade van dit en het joe. Ja, we waren naar de van vader. Deze gaan we hoe kan, alles trots de goede grond. Mensen denken dat we heel rijk zijn, hè? Wel eens. Omdat je dat dus zomaar kan. Natuurlijk, een show kost 1,5 miljoen gulden. En wij hebben geen subsidie. Ook niet helemaal 1,5 miljoen van de firma Brinksanders, hè? Want die hebben we natuurlijk niet. Maar wij doen dat handig. Wij werken voor een... ik wil het best eens uitleggen, voor een laag bedragje. Zodanig dat onze poes dus... die brokjes krijgt en dat we erwtensoep kunnen koken. En wij leven vrij bescheiden, vragen dat van onze medewerkers ook, want we betalen vooral niet te hoge salarissen. Want dat kan natuurlijk niet, anders kan je zo'n productie niet doen. En we nemen geen geld op uit de zaak, moet je niet doen. Je moet gewoon lekker erin laten zitten. En dan hou je op een gegeven moment, als je een succesvolle productie draait, een bedrag over en dat is het startbedrag voor de nieuwe productie. Concentratie! Hoor haar zuchten! Transpiratie! Maar zij kan niet vluchten, want zij is vastgebonden. Hoor haar hijgen! Wat zal ze gillen? Ik zal er krijgen. Oh, ik zie mijn mes al trillen. Niet ongeduldig. Hey, accuratesse. Ik mik zorgvuldig. Hey, met een van mijn scherpste messen. De schijf gaat draaien. En zeker 1,5 uur lang. Blijf, daar ga je. Ik mis niet, wat zal ik haar missen? Ik klem de kaken. Ik sta op kloppen. Per slot van zaken. Heeft zij mij ook in het hart getroffen? Hey! Oh. Oh,
wel iets opgeschreven natuurlijk, hè, bij een musical. Iets van 100 pagina's. En er wordt wel eens iets bijgemaakt. Ja, ja, ja. Ik krijg om de 2 dagen hevige knorren van mijn compaan Sanders. Want het mag niet te gek worden natuurlijk. Maar er zijn ook scènes die een halve pagina beslaan in het manuscript. En die bedoeld zijn om al improviserend verder op het toneel te groeien. Gebeurt ook. Groot voorbeeld daarvan is de hutscène uit America America. Dat was een scène die ik deed met Lucie Lange. Die was op de repetitie 2 minuten. En bij de 500ste uitvoering was hij 18 minuten. Want al improviserend ontstaan er dingen. Is het nou heel leuk, dan zeggen we tegen elkaar, houden we dat erin, hè? Of doen we dat niet? We proberen het morgen weer. Lukt dat nou, dan blijft dat en wordt dat toegevoegd aan de scène. Dus er wordt wel degelijk geïmproviseerd. Nou kom, je moet gaan. Oh! Je hebt een dorrentje in je jurk. Had je die gezien, hoor? Nou, niet doen, niet doen, niet doen. Je moet niet zo, je moet niet zo wapperen. Je hebt zo een blaasontsteek. Nou, jij wil. Jij moet wat zeggen. Ik ben nooit bang. Nee. Wij zijn niet. Nou, hoor je het ook eens van een ander? Hey. Ik deed een weerhuizing. Nee. Zag je dat ik een weerhuizing? Moet je opletten, moet je kijken. Moet je opletten dat ik een weerhuizing zie. Moet je opletten, doe ik een weerhuizing. Moet je opletten. Nou, in volgorde, Maskerade, die open act, die is dus ontstaan. Dat is weer dat soort improvisatie. Dat waren 4 zinnen. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat zou het leuk zijn als ik eens van de trap afrolde. Dat moet je vooral niet repeteren, want dan breek je je nek. En toen heb ik me van de trap af laten rollen. En dat werkte, want het is natuurlijk heel komisch als iemand van de trap afvalt. Ga u zelf maar aan. En dat bouwt dan uit en dat wordt dan zo'n act binnen een stuk. Kan je ook weglaten, maar dan mis je 10 minuten dolkomisch plezier. Bovendien is het leuk om dingen te doen die je eigenlijk niet kan. Ik ben geen cascadewerker, hoe noem je dat? Cascade, hè? Uh-huh. Dus acrobatiek en zo, dat kan ik, ik ben een stijve hark. Als je dan toch in die richting iets doet, is dat enig, denk ik. Ik kan absoluut niet goochelen, kan ik nog niet. En toen hadden we een goochelact voor mezelf bedacht. En Henk Vermeijden, die dus al die wereldkampioen heeft opgeleid, die heeft me dat dus uit een treuren uitgelegd hoe dat is allemaal. En ik oefende thuis in de keuken met als enig publiek onze 2 poezen. En dat ging niet goed. Dus ik heb een goochelact gedaan die eigenlijk niet goed was. Dat is leuk om dat toch eens te proberen. Nu in Evenaar hebben we een... Dat heet dan de massageact. Daar wordt dus mee gebonkt en gegooid. En als je dat normaal bij een masseur zou doen, dan zou je dus 3 weken lang niet meer kunnen lopen. Op het toneel kan het. Als jij overdag zou dansen wat je s'avonds in de show doet, dan zou je toch geen stap meer kunnen. Dan moest je in het gips. Ja. En wat Leendert bij mij flikt, nou dat is ook niet gering zeg. Hij grijpt en stomt en kneedt en knauwt mij. En het, ik voel het wel. Maar ja, op de een of andere manier kunnen die dingen op het toneel. En daar komen er een zaal die lacht. Als je dan, ik zie niet veel verder dan de derde rij, maar toch ongeveer kan je het vermoeden.
een zaal die lacht, die gaat heen en weer. Hè? Het is iets van dat krijg je dan. Dat is net wuivend riet. En dat is, ja, ik ben het kluitje in het riet. Vind ik heerlijk. Dat vind ik nou leuk. Ja. Zeg, aardige vaas heeft u daar. Oh ja, heel leuk. Als er niks op de televisie is, dan kijk ik naar mijn vaas. We hadden er vroeger ook zo een. Oh ja? Die is gebroken. Ah, nou die ook. Zou hem niet weg willen doen? Nee. En nou niet. Oh, zou ik je vader Keesje drinken? Gaan we naar de Overtoom. Drink een zoete melk met room, zoete melk met brokken. De ambtenaar moet dokken. Nee, ik wou u vragen of u hem echt niet weg wilde doen. Ja! Hij is toch van mijn familie. Echt niet! Nee, nou misschien. Als je de mensen van dienst bent, doordat je je werk zo goed mogelijk doet, in ons vak, dan behaag je de mensen toch? Ja, je behaag. En jezelf. Het hoeft geen negatieve klank te hebben. Ik bedoel het wel negatief. Ja, maar het is... Maar behaagziek is dat je vreselijk wegkwijlt in je eigen succes en in je eigen ijdelheden. Nou, de mensen die dat beweren, die moeten maar eens hier achter komen kijken Het is heel hard werken. En als je behaagziek bent, nou, dan weet ik wel andere dingen om te doen. Hoor. Ja, het is ook het woord wat je ervoor gebruikt. De een die zegt, het is behaagziek. Je wil zo goed mogelijk zijn. En bedoelt zijn. Dat negatief. En de ander die vindt, die zou, als je zou zeggen van, iemand heeft alles voor zijn vak over, dan is het positief. En het komt, het is alleen een ander woordgebruik. Je kan ook van iemand zeggen, hij is een egotripper. En dan bedoel je het negatief. En wil je het positief hetzelfde woord zeggen, dan kan je van iemand zeggen, nou, zeg, jongen, dat is een personality die draagt de show. En dan is het positief bedoeld. Het is maar net wie wat bedoelt op welk moment. Briljant is hij, briljanter in andermans kruis. Pikant en imposanter is andermans kruis. Kroket is hij, krokanter op een anders fornuis. Balen. Is altijd groter dan andermans pet. Er is veel meer echte boter op een anders kadet. Een vrouw is altijd bloter in een anders bed. Vitaler, rivalen. De echte vechters zijn de radicale. De vinnig, krankzinnig, geniale. Ook al is zoiets verboden, broeder toch op een methode. Hoe kan ik ze zelfs de doden bij rivalen? Hele aardbol vol van noodsignalen, van landen die elkander zo vermalen. Ook in het groot hadden de honden, altijd eeuwige verbonden. Vraag wie gooit dan straks de wonden, wat halen. Oh, de woorden klinken valser uit andermans mond. De bruid was groter als er geen ander bestond. Het gras groeit altijd valser op een andermans grond. Normaal, hè? Of niet? De evenaar van Jos Brink is te zien, en ook natuurlijk van Frank Sanders, is te zien tot en met 11 december in Rotterdam, van 14 tot en met 30 december in Den Haag en van 24 januari tot en met 18 maart in Amsterdam.
En dan nu terug weer naar het heden. Na reclame, journaal en studiosport komt de AVRO weer bij u terug. En dat zal zijn rond de klok van 11:15 met een spannende weekendfilm, Scorpio getiteld.